There's a steamer at the landing waiting for the captain to load. Go long, mule, the boss is understanding. There's a pasture at the end of each road. Tony Sandler. 10 jaar geleden op de Vlaamse televisie, het televisiecircus, daar heb ik jou aan het bloed voor de eerste keer. Dan 100.000 nog niets. Later, nog eens 6 jaar later, was hij nog eens op de Vlaamse televisie. En dan plotseling Las Vegas in de Verenigde Staten. Well, what about show business in the United States? Wel, Bob, wat kan ik zeggen? The hottest, the largest, the biggest. Zeg, wat doe je er eigenlijk? Jij zingt daar natuurlijk. Well, ik zing daar natuurlijk. Ik speel daar niet, al in speelcasinos, maar... Men speelt in Las Vegas. Daar ziet je mensen voor fantastisch veel geld spelen. Hoeveel bijvoorbeeld? Op een avond zat er een vent met een zwarte bril te spelen. Hij had zo ongeveer een $600,000 voor zijn neus liggen. Hoeveel in Belgische franken? 30 miljoen. Mm-hmm. 30 miljoen Belgische franken. De verdiensten van Amerikaanse artiesten? Dat is in vele gevallen enorm natuurlijk. Ja, wat is enorm? Wel, klein gedachtje. Ik werk dus alternatief met Louis Prima bijvoorbeeld. Mm-hmm. En Louis Prima verdient per week $17,500. Wat zei u? Per week. Dat zijn Belgische 875.000. Proficiat hoor. Voor Louis Prima. Sleep until tomorrow, close your eyes. Hush, my baby, sleep until tomorrow, close your eyes. Drift to paradise. Stars are shining above you, each one lights up the sky. Go to sleep while your daddy sings a lullaby. Tony Sandler is nu alweer terug naar Las Vegas. In productie van Rocco Granata, nu ook eigenaar van een platenfirma, maakte hij voor zijn vertrek een LP-plaat met 4 liedjes, waaruit hier een eigen compositie, Daddy's Lullaby. Stars are shining above you, each one lights up the sky. Go to sleep while your daddy sings a lullaby. Sings a lullaby.